Dus tot de voeten, zei hij, rug opblouwen. Mooie rechte. Holle reg, hup omheeg. Dat is tillen. Als dat tils, kan het lichaam net stikken. Nou ja, ik was er eigenlijk even mooi aan dat ze straks in het werk komen. En dat het dan heel belangrijk is, als dat werk goed van was en lang van was, dat de techniek van tillen heel wichtig is voor het lichaam. En dat probeer ik ze eigenlijk goed even te leren. Uit die voeten, reg rug, kop omheeg. Hup. 80, best. Hoe gaat dit? Ja, makkelijk. Hey, hoe vies het om les te krijgen van Wout? Ja, wel goed, want je telt soms gauw verkeerd, op een verkeerde manier. En je telt op een goede manier en hoe het goed moet. Deze mbo-studenten worden letter melkveehouder, hovenier of leenwerker. En op skwallen leer je neer over ergonomie, of beter zijn hoe je het lichaam goed broeken matten, bij gelijks op het werk. En zo kwamen ze uit bij Wout Zielstra. Nou, in eerste plaats, het spreekt hen enorm aan om deze wijze terug Wout hier over het bewegen en over de houding die ze aannemen maten straks op, bij hun beroep. Want wij gaan een veiligheidsweek op skwallen van 2 weken. We hebben ze leren om goed te tillen op hun stage als hovenier, of als veehouder of als leenwerker. Heeft dat echt nodig? Nee, rustig, juist, daar heeft hem. Oh, Gerken, we hebben het erin. Ja, nee, ik vind het maar een ding, ik kom net.